Jaren werd erover gestoeid, maar nu ligt er officieel een akkoord. Vandaag zijn de handtekeningen gezet voor doortrekking van de A15. Ik hoop dat in 2015 de eerste schop nog door mij ook in de grond gedaan kan worden. Voor het eerst wordt in Oene een vliegtuigcrash uit de oorlog herdacht. Verschillende nabestaanden zijn bij de plechtigheid. En deze schapen zijn in de toekomst misschien wel de nieuwe grasmaaier van de Edese Golfclub. Goedenavond, het nieuws van woensdag 22 juni. De handtekeningen staan. Het is definitief met een hoofdletter D. Na 50 jaar praten ligt er nu officieel een akkoord om de snelweg A15 door te trekken. A15 stopt nu bij Bemmel, maar wordt straks verbonden met de A12 bij Zevenaar. En de snelweg is volgens de minister goed voor de bereikbaarheid van Gelderland, maar verbindt ook de Randstad met Duitsland. Champagne en een glimlach van oor tot oor bij de twee VVD-bestuursters. Want samen met de stadsregio zetten minister Schultz van Hagen en gedeputeerde Biezen vandaag hun handtekening onder een akkoord waar veel van hun voorgangers zich op stuk beten. Het doortrekken van de A15. Het is heel belangrijk voor de regio zelf, maar ook voor de nationale economie. Uiteindelijk gaat kwart van onze export naar Duitsland. En dat gaat nu over die weg, stopt in één keer in Bemmel. En dan moet het door de stedelijke gebieden van Arnhem en Nijmegen. Nou, dat is heel onwenselijk, dus ik zou blij zijn als die er ligt. De A15 stopt nu midden in een weiland. In 2015 moet er begonnen worden met het aanleggen van 15 kilometer snelweg. Kosten meer dan 1 miljard euro. Dat wordt voor het grootste deel opgebracht door het Rijk, de provincie en de stadsregio. De provincie en de stadsregio betalen bijna 3 keer zoveel voor de Rijksweg als wat ze in 2006 nog van plan waren. Maar de provincie wil de weg dan ook wel heel erg graag aanleggen. Wij denken dat die noodzakelijk is voor onze toekomstige economische ontwikkeling. En dat is de reden dat ik bereid ben om inderdaad er provinciaal geld bij te doen. Automobilisten moeten het resterende bedrag opbrengen door tol te betalen. Het exacte bedrag wordt nog berekend, maar waarschijnlijk kost het ritje met een personenauto 1 tot 2 euro. Ik denk dat dat op zich een bedrag is wat iedereen er ook best voor over zal kunnen hebben. Want als je om moet rijden ben je dat bedrag ook kwijt aan een extra liter benzine. De A15 wordt hiermee de tweede tolweg van Nederland. Als de kosten eruit zijn, dan wordt de tol weer opgeheven. Ja, veel blije gezichten dus in Den Haag. Maar in de gemeente Lingewaard is het nieuws niet met vreugde ontvangen. Met het tekenen van het akkoord is namelijk een streep gezet door een tunnel onder het Pannerdunskanaal bij het buurtschap Boerenhoek. Daar ligt ook al een spoortunnel. In Lingewaard snappen ze er helemaal niets van. Ze zijn beledigd omdat de minister in haar besluit de gemeente als grote belanghebbende niet 1 keer noemt. En ze zijn boos omdat ze het besluit niet voor een tunnel te kiezen onlogisch vinden. We staan hier natuurlijk heel mooi voor de ingang van de tunnel van de Betuwe spoorlijn. Ja, dat is ook heel raar als je daar nu met een bepaald bedrag een brug overheen gaat leggen. Want dan moet je dus eigenlijk de investeringen voor die tunnel hier optellen bij de kosten voor een brug. Want die gooi je in 1 klap weg. Dat is gewoon kapitaalvernietiging eigenlijk. Ja, wat mij betreft zeer zeker. Ja. Ja, maar ja, goed, dat waren ook wel andere tijden waarin men zoveel mogelijk onder de grond wilde leggen, waarin de budgetten ook veel ruimer waren. En bij infrastructuur zijn we tegenwoordig veel terughoudender met tunnels. Het heeft ook wel veiligheidsaspecten. Een tunnel is toch een stuk complexer en ja, ook moeilijker voor ons om te realiseren. En het budget is natuurlijk gewoon beperkt. Volgens Lingewaard staat nog altijd niet onomstotelijk vast dat een tunnel duurder is dan een brug over het Pannerdunskanaal. Alle overheden, dan hebben we het over Rijkswaterstaat, de provincie en het ministerie, die roepen maar steeds van de tunnel is veel te duur en is veel duurder dan een brug. Maar bij wijze van spreken de twee A4'tjes met aan de ene kant de kosten voor de brug en aan de andere kant de kosten voor de tunnel, niemand heeft ze ooit gezien. Dus het blijft bij een verhaal. Ja, ik moet zeggen, ik vind een mooie brug in het Hollands landschap ook eigenlijk wel heel vrij. De gemeente Lingewaard hoopt dat de minister nog tot inkeer komt en alsnog voor een tunnel kiest. Als dat niet gebeurt, dan zal de gemeente zich stevig verzetten. Ja, dan hou ik zeer zeker vast aan ons coalitieakkoord. Daar waar de mensen in Lingewaard ons ook voor gekozen hebben. Ja, een A15 met tunnel en anders maar geen A15. En daar gaan we voor. Ja, en dan met bezwaar maken van de gemeente Lingewaard kan het nog lang duren. Dan kan het nog heel lang gaan duren. De politie heeft 7 mannen aangehouden omdat ze een 14-jarig meisje tot prostitutie zouden hebben gedwongen. Ze zou in woningen in onder meer Arnhem, Velp en Zevenaar zijn misbruikt. Het meisje liep vorig jaar weg uit een instelling. Uit onderzoek blijkt nu dat ze via chatsites in contact kwam met de mannen die haar uiteindelijk als prostituee lieten werken. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Precies 67 jaar geleden stortte er een Engelse bommenwerper neer bij Oene. Twee inzittenden kwamen om bij de crash. De rest van de bemanning moest onderduiken in de buurt van Vierhouten. En die gebeurtenis is vandaag voor het eerst herdacht in het bijzijn van een groot aantal nabestaanden. In de voetsporen van hun vaders en overgrootvaders lopen nabestaanden richting het verscholen dorp. Een onderduikplek midden in de bossen bij Vierhouten. Een deel van de bemanning van de gecrashte Lancaster-bommenwerper zat hier maandenlang ondergedoken. Veel nabestaanden zien dit voor het eerst. Oh, it's very emotional. Just think 67 years ago today when the plane crashed. And our father was going through the fields, sleeping during the day and then the Dutch resistance helping him at night. And he was always so grateful. 22 juni 1944 slaat het noodlot toe. De Engelse Lancaster keert terug naar een bombardement in Duitsland. Het vliegtuig is al geraakt door afweergeschut en boven Oene wordt het neergehaald door Duitse nachtjagers. Bij de crash komen twee bemanningsleden om. Nog een bemanningslid wordt later gepakt door de Duitsers en doodgeschoten. De andere vijf worden gered door het verzet en ondergebracht op deze plek. De stichting Broken Wings heeft de herdenking in gang gezet. Toen zijn we in contact gekomen met twee van die mensen in Engeland. En dat heeft geleid uiteindelijk tot dat er vandaag, op de dag van de crash 22 juni, nu 22 mensen zijn. Ook de zoon van de piloot is er. Net als bij de rest van de nabestaanden sprak zijn vader zelden over wat hij had meegemaakt in de oorlog. They just don't talk about it. And I only got the real details once he passed away in 1988. And but now I've found out more having this visit and hearing from the Broken Wings group. Bij het monument vlakbij de onderduikersplek wordt ook stilgestaan bij alle gebeurtenissen. Een bijzondere dag dus voor de nabestaanden. Velen van hen komen van ver, maar willen hier zeker nog eens terugkeren. Nice to be able to come back to and spend some more time. And I have children and grandchildren now. And to be able to tell them the story. And then say, this is where you need to come to, so you can see the story. Het is definitief. De strippenkaart gaat toch verdwijnen aan het eind van deze maand. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft daar vanmiddag mee ingestemd. Vanaf 30 juni kan alleen nog met de OV-chipkaart worden gereisd. De PvdA, GroenLinks en de SP wilden dat de strippenkaart langer geldig zou blijven, omdat de OV-chip nog allerlei kinderziektes vertoont. Maar doordat de PVV het kabinet steunt, is er geen meerderheid voor dat voorstel. Provincie Gelderland is blij met de beslissing van de Kamer. Er loopt namelijk al een tijdje een OV-chipkaartcampagne, waarbij een speciale bus door de provincie rijdt. Grazende schapen in een woonwijk, die kennen we al. Maar de wollige beestjes worden nu ook ingezet als grasmaaier bij sportclubs. Zoals bij de Edese Golfclub. Daar zijn ze dol enthousiast over hun nieuwe veldverzorgers. Meer dan 200 schapen worden ingezet om de rough, oftewel de ruigte, wat uit te dunnen. De buitenste rand van de golfbaan. De golfers vinden al die dieren een prachtig gezicht. Ja, ik vind het heel mooi. Er is gras voldoende in de rough. En de schapen kunnen dat prima opeten. En dus voor het onderhoud van de baan perfect. Het gaat om een experiment. Voorheen werd de baan altijd met machines gemaaid. Maar nu worden er voor het eerst schapen ingezet. De schapen die maaien het als het ware beter dan de grasmaaier, omdat ze wat dieper uiteten. En daardoor blijft de ruf wat opener. Zodat als een golfer zijn bal mislaat en in de ruf terechtkomt, dat hij zijn bal wel terug kan vinden. De schapen hebben inmiddels al meer dan 40 ballen teruggevonden. Verder zorgen de dieren ervoor dat er andere bloemen en planten langs de baan gaan groeien. Eigenlijk is er maar één nadeel aan de nieuwe grasmaaiers. Het is wel een prachtig zicht. We moeten alleen maar kijken waar we stappen, dat we niet in de schapenkeutel stappen. Ja, dat is dan weer minder, hè? Dat is dan weer minder, ja. Even testen of de schommel en het klimrek wel oké zijn. Een groep kinderen met en zonder handicap inspecteerde vandaag in dierenvakkundig een nieuwe speeltuin. Zometeen de resultaten. De 20-jarige militair van de luchtmobiele brigade uit Schaarsbergen, die overleed na een militaire oefening, is vanmiddag in het Limburgse Bunde begraven. Uit sectie is gebleken dat de sergeant geen natuurlijke dood is gestorven en zware klappen moet hebben gehad. Het politieteam dat zijn dood onderzoekt is op verzoek van justitie uitgebreid van 12 naar ruim 20 rechercheurs. De vondst van wit poeder in een brievenbus in Nijmegen zorgde gisteravond voor enige opschudding. Een medewerker van TNT die de bus kwam legen kreeg bij het openen van de klep een golf poeder over haar heen. En ik vond het toch allemaal wel een beetje eng, dus ik bel mijn moeder op. En mijn moeder zei, jij stopt nu en jij stapt nu die bus uit en jij gaat de politie bellen.
Omdat onduidelijk was om welke stof het ging, is de straat even afgezet. Uiteindelijk bleek het te gaan om stof uit een poederblusser die vandalen in de brievenbus hadden leeggespoten. Stichting Belang Zweefvliegers Terlet heeft van de rechter uitstel van betaling gekregen. De stichting heeft een schuld van meer dan een half miljoen euro en krijgt 2 maanden extra de tijd om de boel weer op orde te krijgen. De beheerder van het vliegveld, de Rabobank en de provincie krijgen allemaal nog geld van de stichting. Er is al beslag gelegd op 14 zweefvliegtuigen. Wageningse studenten hebben een petitie aangeboden aan de rector van de Wageningen Universiteit voor behoud van hun filmhuis. De universiteit wil niet meer meewerken aan de huisvesting van filmhuis Movie W. Ruim 2700 mensen zetten hun handtekening onder de petitie. Volgende week dan bespreekt de rector de bezuinigingen met de studentenraad. De burgemeester van Rijnwaarde heeft in een brief aan de politie geklaagd over het te makkelijk flitsen van auto's. Volgens de burgemeester worden er met name op de Batavenweg en Lobit onnodige snelheidscontroles gehouden. De politie zegt in een reactie de kritiek te gaan evalueren. Het recreatieschap Achterhoek en Liemers heeft honderden dode vissen opgeruimd. Dat gebeurde in de Eendekolk tussen Herwen en Tolkamer. De vissen zijn omgekomen door de lage waterstand. Daardoor zat er te weinig zuurstof in het water. Met een slinger aan de wieken is vanmiddag de gerestaureerde molen in Lunteren weer in gebruik genomen. De molen was in verval geraakt en is met geld van de gemeente Ede en de provincie weer opgeknapt. In de molen worden door vrijwilligers verschillende soorten graan vermalen tot diervoer. En de politie heeft een man uit Nijkerk opgepakt die mogelijk beschermde en inheemse vogels uit hun nestkastjes heeft gehaald en ze heeft verhandeld. Het zou gaan om onder meer boomklevers en nachtegalen. Die kunnen honderden euro's opleveren. Verschillende vogels en tienduizenden euro's aan contant geld zijn in beslag genomen. De verdachte zit nog vast. Slager Leendert van Leeuwen uit Opheusden heeft in Engeland samen met een Friese collega de International Young Butchers Contest gewonnen. De slager van 21 ging de strijd aan met jonge slagers uit onder meer Duitsland, Engeland en Frankrijk. Eerder werd hij al verkozen tot beste jonge slager van Nederland. Nu ook op uw mobiele telefoon altijd en overal het laatste nieuws bij u in de buurt. Omroepgelderland.nl. Nu ook op uw mobiel. Een testteam van kinderen met en zonder handicap heeft vandaag de Dierense Speeltuinvereniging onder de loep genomen. Dat deden ze namens de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. De speeltuin is getest op toegankelijkheid. Want het is belangrijk dat gehandicapte kinderen zich in elke speeltuin kunnen uitleven. Geen speeltoestel in de Dierense speeltuin wordt overgeslagen door de zogenoemde speeltuinbende. Deze groep jongens en meisjes met en zonder handicap test of speeltuinen geschikt zijn voor gehandicapte kinderen. Als een speeltoestel goed is, dan doe je de groene kant. Is die slecht, doe je de rode kant. Is het belangrijk dat ze getest worden? Ja, want heel veel kinderen die willen wel een speeltuin spelen, maar dat kan dan niet, omdat er heel veel hoge opstapjes zijn of zo voor gehandicapten. Tijdens het spelen blijft de speeltuinbende goed opletten, want er zijn enkele punten die moeten worden getest. Of ze er goed op kunnen, of ze erbij kunnen, dat het niet te scherp is of zo, dat ze dan in één keer bloed hebben of zo, daar letten we ook heel erg op. Volgens de projectleider zijn de kinderen er trots op dat ze mee mogen doen in het testteam. Ja, dat vinden ze wel stoer. Natuurlijk niet alleen vanwege het feit dat ze mogen testen en dat ze een hele belangrijke rol vervullen. Maar ze krijgen ook nog eens een mooi t-shirtje bij en ze voelen zich erbij horen. Volgens Luna en haar oma is de Dierense speeltuin ook geschikt voor minder valide kinderen. Ze kan hier toch wel redelijk goed leuk spelen. Ook zowel met rolstoel als ook zonder. Kindjes met een beperking staan gauw ergens buiten. En zitten ook te kijken van ik wil spelen. En dat kan hier. Ze voelt het als een grote verantwoordelijkheid. Een verplichting eigenlijk. De 85-jarige grafin Ortenburg-Bentinck. Ze heeft er de afgelopen tientallen jaren alles aan gedaan om kasteel Middachten in De Steeg in oude glorie te herstellen. En dat is gelukt, want morgen krijgt ze uit handen van koningin Beatrix de zilveren anjer uitgereikt. Dat is de eetkamer. Met enige weemoed bladert de gravin door de foto's van het kasteel zoals het er 100 jaar geleden uitzag. En er is veel veranderd. Sinds de gravin hier in 1983 kwam wonen, heeft ze hard gewerkt om het meer dan 800 jaar oude kasteel op te knappen. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent haar vanwege haar inzet voor het kasteel, de Zilveren Anjer, toe. Ik wist niet wat ik las.
Nee, het was een hele eer, daar moet ik dankbaar voor zijn. Maar ik neem het niet van mezelf aan, ik neem het aan van al onze vrijwilligers en iedereen. Ik ben niet de enige. Alleen had ik het nooit gekund. En dat is de gravin ten voeten uit. Zij vindt haar eigen rol niet zo bijzonder. Maar daar denkt Age Venema, de rentmeester van het kasteel, heel anders over. Ze zegt zelf steeds van het gaat niet om mij. Maar uiteindelijk is er natuurlijk wel één iemand nodig die de regie neemt. En er is ook één iemand die het gezicht vormt van Middachten. En die juist ook maakt dat Middachten iets eigens heeft. Hè. Dus ik denk dat zij een hele grote rol speelt. Het kasteel is al 800 jaar familiebezit. En dat is bijzonder, want de meeste kastelen zijn tegenwoordig in handen van een stichting. Die gravin snapt dat wel, want het onderhoud is een zware taak. Zeker in deze tijd. En vroeger konden mijn vader doen wat hij wou, maar nu moet je alles aanvragen. Je moet subsidie krijgen. Dat bestond er vroeger allemaal niet. Als je eigen baas, je bent niet meer je eigen baas. Desondanks kijkt de gravin met trots terug op wat ze de afgelopen jaren heeft bereikt. Het was mooi en het was de moeite waard. Maar goed, als je niet meer kunt, dan kun je niet meer. Morgen reist de gravin met haar gevolg af naar Amsterdam om de zilveren anjer in ontvangst te nemen. Dan nog het weer vanavond met Alfred Snoek. Op 1 juni was voor ons weerkundigen de zomer al begonnen. Maar gisteravond was het dan ook de beurt aan de astronomische zomer. En in deze tijd van het jaar betekent dat korte nachten, lange dagen. En om 11:15 gisteravond werd deze foto nog gemaakt. Een rode avondlucht. Iets dat we vanavond misschien ook wel kunnen zien, want het begint dan weer wat op te klaren. Terwijl het vandaag zo'n lange tijd bewolkt was. Al was het vanmorgen toch nog wel even weer om er met z'n allen op uit te gaan. Recreatiegebied het Hilgelo bij Winterswijk werd vanmorgen bezocht door een groep schoolkinderen die daar een sportdag hadden. Nou, in de ochtend hebben ze nog zon gehad, maar in de middag raakte het ook daar bewolkt met af en toe wat regen. En die regen die had te maken met een gebied met buien die in de loop van afgelopen nacht boven het zuiden van Frankrijk tot ontwikkeling is gekomen. Dat schoof naar het noorden en vandaag lag het precies boven Nederland en met name ook België en Duitsland. En er zijn een paar fikse buien gevallen bij onze oostenburen. Wat dat betreft viel het bij ons wel mee, want met een beetje fantasie zien we hier nog het westelijk rivierengebied. De meest dikke bewolking lag over de Achterhoek. Daar viel dan ook wat regen. En ook aan het begin van de avond kan daar nog een enkele bui vallen. Maar verder blijft het vanavond en vannacht droog met wolkenvelden en opklaringen. Een wat afnemende zuidwestenwind en minimaal 11 tot 13 graden. Morgenochtend is er af en toe ruimte voor de zon, maar al heel snel bollen de stapelwolken op. En dat niet alleen, nee, er gaan ook buien vallen. En tussendoor is het heus wel af en toe droog. De droge momenten duren in ieder geval langer dan de momenten met wat zonneschijn. Wat sombere dag morgen. Buien dus, misschien wel met wat onweer erbij. De zuidwestenwind trekt aan naar matig. Bij de randmeren zelfs vrij krachtig. Windkracht 5 en met 16, 17 graden is het morgen wel bekeken. En ook vrijdag en zaterdag blijft de temperatuur nog magertjes. Vrijdag wel wat meer zonneschijn. Maar echt een weersverbetering zit er zondag en maandag aan te komen. Het wordt zonniger en beduidend warmer. Kort nog het belangrijkste nieuws van vandaag. Na jaren soebatten staat het nu zwart op wit. De A15 bij Bemmel wordt doorgetrokken. Alle betrokken partijen zetten vandaag in Den Haag hun handtekening. En schapen grazen op de Edese golfbaan. Ze houden het gras mooi kort en vinden zelfs golfballen terug. Dat was het. Nog een heel fijne avond.